Hallo allemaal, hier is Ellen weer. En vandaag wil ik, wat ook aangevraagd is door meerdere mensen, doe eens een keertje een vergelijk tussen de tarot decks. Nou, vandaag ga ik dan doen de Greenwich Tarot en de Tarot Illuminatie. Zoals je ziet inderdaad, beide zijn dezelfde kleur. Ik geef wel aan dat deze twee kaartendecks de goedkopere versie zijn, dus niet de originele. Dat je dat in ieder geval weet. Maar desalniettemin wil ik het met jullie samen doornemen. Er zijn verschillen zitten erin en ik vind het gewoon leuk om dat met jullie zo te delen. En nogmaals, omdat het ook aangevraagd is. Dit zijn de doosjes. Dit is de Greenwich, dus wat ik zei, van Ann Maura. En de art, oftewel de tekeningen, zijn van Kiri, Oosterkort, Leonard. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dit is de Greenwich, dus eigenlijk gebaseerd op de Green Man. Daar heb je misschien wel eens vaker van gehoord. Dus echt puur op de natuur, op een beetje de hekserij, laat ik maar zeggen. En dit is de Tarot Illuminati. Nou ja, daar hoef ik niet veel over te zeggen, over de Illuminati. En de goedkopere versies kan je altijd, de PDF-bestand kan je altijd downloaden. Wil je graag de beschrijving hebben van de kaarten. Dat houdt bij deze dus ook in. Ook een PDF. Daar heb je een speciaal programmaatje voor. Dan kan je downloaden op je telefoon. En dan kan je dus echt de boekjes downloaden. Dus deze twee decks gaan we met elkaar vergelijken. En wil je bepaalde kaarten beter bekijken, zet dan het videootje stil. Ik ga gewoon langzaam door de kaarten heen lopen. En af en toe geef ik wat commentaar. En voor de rest zou ik zeggen, geniet en kijk. Oké, de Fool. Nou, als eerste zie je al dat dit is de Green Man, waar ik al eerder over had. En dit is meer van de Rider Waite. De Magier. En hier wordt het dan inderdaad de Heks genoemd. Even mijn camera wat beter dichterbij. De Hoogpriesteres. De Emperor. Je ziet dus inderdaad dat bij de Greenwich Tarot dat de namen anders zijn. En degene die dus echt in de hekserij zitten of daar hun interesses in zijn, zou je de benaming ook echt goed herkennen. Deze benamingen zijn meer gericht op de Rider-Waite, dus van de Illuminatie. Dat is wel het mooie, het verschil. Ik vind van de Illuminatie ook wel heel erg mooi hoe de bewerking is van de kaarten. Nou, dit is de Hoogpriester of de Hierofant. En hier heet het dan weer de Lady and the Lord. Zegenwagen. De Kracht. Hier vind ik het dan heel mooi dat ze heel dicht bij de leeuw staat. En hierboven zie je dan inderdaad die lemniscaat. Vind ik dan bij deze kaart heel erg mooi. En dit lijkt wel een vlinder. En hier is het ook echt van als een soort compagnon. Hij loopt samen met de leeuw. Okay. De Hermit, oftewel de kluizenaar. Het Wiel. Die is totaal verschillend ook. Justice, gerechtigheid. De gerechtigheid is totaal anders. Nou, dit lijkt op elkaar, hè? De Hanged Man. De Dood is ook weer anders. Ik vind het juist wel leuk om te laten zien dat het dan twee totaal verschillende
afbeeldingen zijn van de kaarten. Duivel. De toren, die lijken dan weer wel op elkaar. De ster. Dit vind ik wel heel erg mooi. Zo met dat kleed, dat witte paard. En dit is dan de grote arcana. Dan gaan we door met de bokalen. Daarin zit weer verschil, hè? En wat me opvalt met de Illuminati is dat met elk kleine arcana, dat zijn dan weer hele andere personen. Zoals hier worden de personen allemaal met wit haar voorgesteld. Dus echt hele blonde, witharige personen. Dat vind ik dan weer heel erg mooi. En dan krijg je dus de page. Hier wordt het inderdaad de page genoemd, oftewel de schildknaap. En hier hebben we dan de prinses. Dat is ook heel mooi afgebeeld. Oké, hier is dus inderdaad de ridder, is dan de prins bij de Illuminati. Echt heel mooi. En de koningin, dit is weer inderdaad echt puur zoals de eigenlijk bij de Rider weet, met water vooral. En de koningen. Dan gaan we door met de pentagram. Die vind ik wel grappig. Het lijkt echt wel op elkaar zo. En hier zie je dus heel duidelijk wat lijkt op de Rider-Waite, de originele, dat met die schepen op de achtergrond. En hier is het dan echt alleen de schuur. En hier is het inderdaad dat eigenlijk de gehele pentagrammen, die worden dus hier weer afgebeeld als mensen uit China of Japan. Dat vind ik dan weer heel bijzonder. En dat zie je heel erg terug bij de hofkaarten. Dan gaan we door met de staven.
Zoveel kleuren. Nou, dit is alle twee inderdaad wat meer lijkt op de originele Rider-Waite. Dus de overwinning. Dit vind ik ook weer heel erg mooi. Dat je dus bij beide kaarten zie je dus, wat dus bij de Rider-Waite niet te zien is, hier wel dat pad naar boven. Heel bijzonder. Dat pad alle twee terugkomt in beide tarotkaartendeks. Zo'n een grappige vergelijking. Totaal twee verschillende koningen. En dan als laatste de zwaarden. Die zijn heel totaal anders. Hier is het echt zo van, oké, het conflict. En hier is het inderdaad... Hetzelfde als bij de originele Rider-Waite, dat je, ja. De drie van de zwaarden. Hier wordt het ook echt volgens de traditionele van de hekserij, de Atame, is het volgens mij. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mijn excuus als dat niet zo is. Maar dat is de benaming inderdaad voor... De dolk, laat ik maar zeggen. Bij de boot. Ik vind het wel grappig hoe deze wegloopt. Ja, eigenlijk zijn beide decks hebben wel iets. Ze hebben hun eigen karakter, hun eigen manier van ja, hun verhaal vertellen, laat ik maar zeggen. Zo mooi getekend, dat paard. Dat is echt zo mooi gedaan. En dan deze koningin. Dat is echt wow, weet je. Uit de Gouden Eeuw lijkt het wel. Van jurk. En de koning van zwaarden. Dit zijn beide decks. De achterzijde is ook anders. Zoals je ziet, hier is de pentagram. Illuminatie is het weer heel mooi, de roos van binnen en dan eromheen de verwerking. Dus geef eventjes hieronder aan wat voor jou de voorkeur heeft. En ik hoor van jullie graag ook jullie ervaringen natuurlijk. Ik heb er nog niet veel mee gewerkt met deze twee decks. Dus ik vind het hartstikke leuk om van jullie te horen of jullie er al mee werken. En zo ja, wat jullie ervan vinden. En ik ga jullie de volgende keer weer zien.